deze mama appels af. Gaan we naar Leerdam, 19 jaar. Daar woont Talita. Ja, hallo. Hi Talita. Hoi. Hoe gaat het met je? Ja, prima. Je hebt je leuk weekend gehad? Ja, zeker. Met vrienden uitgeweest naar de kroeg. Dus dat was wel gezellig. Nou, dat klinkt als een goed weekend. Wat doe je dan vandaag weer zoal? Nou, vandaag ben ik bezig aan school. De week is weer begonnen, hè? Ja, dat is waar. Het gelijk. Wat doe je voor school dan? Ik doe de opleiding farmakunde. Ja. Is dat medicijnen en zo die je dan moet maken? Nee, het is niet met medicijnen maken, maar het heeft wel met medicijnen te maken. We leren meer een beetje de bedrijfskundige kant erachter. En met communicatie en mensen voorlichten. Hoe je het meeste geld verdient aan medicijnen? Zeker. Over de rug van patiënten? Oh, zeker. Nee. Het doel is van de opleiding om de zorg, de farmaceutische dienst en zorg en dienstverlening te verbeteren ten dienste van de patiënt. Dus we zijn wel heel erg patiëntgericht. Mooi gezegd, Talita. Ja. Hey, mag ik van jou weten, want ik vind het allemaal heel leuk, maar ik wil eigenlijk ook even weten wat een mama opstap is van jou. Ja, is goed. Wat is het? Ik had gehoord een liedje What Makes You Beautiful van One Direction. Hoe ging die ook alweer? Is dit ook weer een eerste liedje of niet? Was dit er een... Dit was niet op het strand, toch? Dat ze met z'n allen naar het strand gingen? Jawel, dat lijkt op die... Weet jij dat, Talita, of ben je geen One Diva? Totaal niet, dus ik heb geen idee. Een lievelingsliedje. Wat hoor je erin? Nou, in het tweede deel van het refrein zingen ze... You love is sperma. Wat? Ja, en toen ik het hoorde dacht ik ook, wat zingen hun nou weer? Nog één keer? You love his sperma. You love his sperma. Jij wil daar gewoon horen, Talita. Ja, dat was niet. Nou, echt wel. Ja, echt niet. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Echt niet. Ja, echt wel. Horen jullie het niet dan? Even luisteren. Nou, nu hoor ik het ook. Ja, dus jullie willen het ook gewoon horen. Jouw mama appelsap. 3fm.nl/mamaappelsap